Enkele leden van de militaire politie hebben vanmiddag ingegrepen toen een waarschijnlijk dronken CIVD'er mot maakte in het verkeer. Omstanders hebben verklaard dat de man bij het pompstation Goto was. Op een gegeven moment is hij in de verkeerde rijrichting in de Johan Adolf Pengelstraat opgereden. Hij ramde daarbij twee voertuigen waarna zijn auto tot stilstand kwam. NP'ers die op dat moment langsreden hebben de man uit zijn voertuig gehaald en ontwapenden hem. Zijn legitimatiebewijs wees uit dat hij lid is van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst CIVD. Er zijn geen gewonden gevallen. Van de militaire politie konden wij jammer genoeg geen informatie krijgen over hoe deze zaak verder is afgehandeld.